Heel erg handig natuurlijk om die tweede plek te gaan hebben. En dan is het voor de jury nog heel erg moeilijk om te gaan zien wie hier nu uiteindelijk derde gaat worden. Goed, we gaan door naar de volgende ronde. We gaan door naar de finale van de dames 8 en 9 jaar. En dan gaan we kijken wie hier vandaag de sterkste is. Want er zijn twee dames behoorlijk aan elkaar gewaagd. Ellen Kok en ook Jolijn Meppeling. Dus zijn allebei, alle drie de marges te winnen. En nu lijkt het Meppeling te zijn hoor. Het is in ieder geval Meppeling die aan de leiding gaat. Gevolgd door Ellen Kok. En dan zien we de vrouw vanuit Ommen. En dat is natuurlijk Femke Assen. Want die rijdt hier dan volgens mij op positie nummer 2. Maar wij kijken er helemaal vooraan. Want we gaan natuurlijk ook gewoon kijken wie hier de overwinning mee naar huis neemt. En gaat hij dan mee naar Schonebeek of blijft hij weer dichterbij in Deemsvaart? We gaan even afwachten hoor. Het lijkt toch Jolijn Meppeling te gaan worden. Zij wint hier bij de dames van 8 en 9 jaar. Gevolgd dus door Ellen Kok. En dan zien we inderdaad.